Goeiedag, wij gaan jullie weer live meenemen op een podcast en een YouTube-opname van Associated Vastgoed. Mijn naam is Claudia van Haafden en ik ga heel graag in gesprek met de experts van het Property Management Expert Team. En bij mij aan tafel zitten drie mannen die ik al langer ken en waar ik ongelooflijk veel respect en waardering voor heb. Ook omdat het hele sympathieke mensen zijn, maar ook omdat het echte experts zijn. Nou, waarom ik dat vind, dat ga ik heel graag met jullie delen. Dus ik stel ze heel graag aan jullie voor. Mag ik met jou beginnen, Mark? Ja, dankjewel, Claudia. Leuk om hier zo met elkaar dit gesprek te voeren. Over mezelf, Mark Spiering. Ik ben directeur vastgoed bij Schepgroep. Schepgroep is een organisatie die actief is in een heel groot deel van de levenscyclus van vastgoed. Met een accent op wonen. En we bieden makelaarsdiensten en vastgoedmanagementdiensten en nog andere adviesdiensten aan. En we zoomen natuurlijk vandaag in op exploitatie, op management. Dus een groot deel van onze activiteiten gaat ook over management. We managen zo'n 36.000 wooneenheden in Nederland. Voor zowel investeerders als voor VVA's. Dus dat is even in de notendop over mij en waar ik me mee bezighoud. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Mark. Michiel? Ja, dankjewel, Claudia. Ik ben Michiel IJzerman, partner-directeur bij Intercity Real Estate Management. We hebben momenteel twee kantoren, Schiphol-Rijk en Barendrecht. Van daaruit besturen we het beheer van zo'n 150 objecten door heel Nederland gelegen, zeg maar. Dat doen we voor beleggingsfondsen, voor gemeentes en voor particuliere beleggers met name. Zo'n 90% is commercieel vastgoed, een deel woningen. Ook studentenwoningen vallen eronder. Dat doen we met een enthousiast team. Kleine 25 man op dit moment. Dus ook wel groeiend. We willen lekker autonoom groeien. Niet te hard, maar wel stabiel en kwaliteit leveren voor onze huurders en uiteraard voor onze opdrachtgevers. Met 27 jaar ervaring in vastgoedbeheer denk ik dat we dat leuk verder kunnen uitbouwen en een leuke speler in de markt kunnen zijn. Nou, zeker. Daar hebben we ook alle vertrouwen in. Nou ja, dan Johan, ik vind het heel erg leuk dat jij echt even ook aangaf. Gap doet het net even iets anders. Dus zou je ons er even op mee willen nemen hoe jullie het doen en ja, even precies vertellen wie je bent, want dat wil iedereen natuurlijk graag weten. Nou, dankjewel Claudia voor de introductie. Johan van Haagden, directeur en oprichter van de Gap Groep. We zijn ontstaan uit leegstandbeheer, tijdelijk beheer. Ruim 10 jaar geleden met Gap gestart. En nu met 110 man in Nederland en België. Dus we hebben aardig stappen gemaakt. En het is geëvolueerd van een leegstandbeheerder naar een vastgoedmanager, vastgoedbeheerder. In de breedte zin van het woord. Niet helemaal te vergelijken met wat Michiel en Mark doen, maar wel iets meer gericht op de tijdelijkheid. Dus de objecten die wij exploiteren en beheren hebben vaak een tijdelijk karakter. Dat kan een jaar zijn, maar het kan ook 5 of 10 jaar zijn. En dat gaat dan vaak om het beheer en exploitatie van bijvoorbeeld herschutteringswijken. Dus wijken die op termijn gesloopt gaan worden, waar nog een aantal jaar leuke mensen kunnen wonen. Maar ook heel veel studentenwoningen. Een paar duizend studentenwoningen beheren en exploiteren we. En ook gemerkt wonenprojecten en andere woonprojecten. 80% van onze portefeuille is wonen. En 20% zijn andere type gebouwen. Daarnaast hebben we ook een modulaire tak. Dus we bouwen sinds 1,5 jaar ook zelf modulaire woningen. En doen daar ook de ontwikkeling van, ook op eigen rekening en risico. Dus dat is een nieuwe tak die ik altijd leuk vind om even kort toe te lichten. Die vragen ontstaan uit de markt. En we hebben Bas de Haan als expert aangetrokken als directeur van die entiteit. Die de modulaire tak runt, die al 15 jaar in de wereld zit. En onder andere bij Jan Snel in de mail heeft gezeten. Dus heel veel ervaring. En ja, dat doen we vanuit 12 kantoren in Nederland en eentje in België. Superleuke business. Ja, het verandert elke dag. En het is voor ons wat breder dan property management. Omdat er ook heel veel sociale dingen bij komen kijken. Dus ook echt sociaal beheren. Niet alleen maar beheer van de objecten. Nou, des te interessanter om jouw visie ook te horen op vastgoedbeheer. Nou, jullie horen het. Het is dus echt heel veel expertise aan tafel. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zeker omdat jullie al zo lang in deze sector werkzaam zijn. En zo'n grote
fundering hebben in je expertise van vastgoed, niet alleen met de eigenaren, maar ook met de beheerders. Dus ik ben echt heel erg benieuwd, hoe kijken jullie naar de actualiteiten van vastgoedbeheer? Als je terugkijkt hoe het was, hoe het nu is, waar gaan we naartoe met vastgoedbeheer? Ik ben echt heel erg benieuwd, als jullie daaraan denken, wat is jullie visie daarop? Dus laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Jullie mogen gewoon antwoorden als je denkt, nou, hier ga ik direct op reageren. Dus we gaan gewoon spontaan het gesprek aan. Ja, even de dingen wat je natuurlijk ziet, Claudia, is dat we enorme vraagbaak zijn op dit moment. Ik noem het wel eens soms een VVV-kantoor. Huurders willen natuurlijk heel veel weten over de ESG. Hè. De grote huurders bij ons hebben natuurlijk de ESG-verplichting in het jaarrapport op te nemen. En daar zien we heel duidelijk bij dat er vraagstellingen komen over elektroverbruik, gasverbruik, vuil afvoer, waterverbruik, dat soort zaken. Energielabels van gebouwen gaan meespelen. Dus de diversiteit aan vraagstellingen die we krijgen wordt steeds groter. Ook de wet en regelgeving wordt natuurlijk steeds scherper en strenger. Waar je vroeger rustig je keteltje zeg maar, kon laten draaien van 27 jaar oud. En één op één vervangen is dat op dit moment een heel andere zaak. Er komt steeds meer wetgeving daaromtrent. En dat is ook aan de ene kant goed. Maar aan de andere kant komt het wel allemaal bij de vastgoedbeheerder neer. En moet je er ook mee omgaan. Krijg je daar ook verdergaande regelgeving over rapportage over je uitstoot van je bedrijf. Het grote, hele grote bedrijf moet er al aan voldoen. Nou, dat gaat zich wel langzaam als een olievlek uitbreiden, ook naar kleinere bedrijven. Dus iedereen krijgt ermee te maken. En dat is wel een heel verschil met vroeger, dat je merkt. Die informatievoorziening, de snelheid, huurders willen snel geholpen worden. En dat is logisch natuurlijk, dat willen we ook. Daar moet je ook de juiste onderhoudspartijen aan je binden, die snel kunnen schakelen. Tijdig leveren van materiaal heel erg belangrijk. Als een lift stilstaat, dat je je liftzaken op orde hebt, dat de lift ook snel gerepareerd wordt. En niet 3 maanden duurt voordat de lift gerepareerd is en weer gekeurd is, zeg maar. Dat zijn wel dingen wat we zien met het verschil met vroeger. Snelheid. Acteren, mensen op de hoogte houden, alles omtrent te verbruiken. Dat is echt wel actueel. Dat merk je zeker dat een enorme informatiehonger eigenlijk. Ik herken dat wel, dat enorm is toegenomen, bijna exponentieel zou je bijna zeggen. Dus die informatiebehoefte, zowel vanuit de gebruiker als het ware in de keten, hè, via de investeerder of weer de klant van de klant erachter. En dat raakt denk ik ook wel aan een trend waar we ook veel initiatieven nemen op het gebied van digitalisering. Dus dat je door digitalisering zorgt dat de informatie op het juiste moment bij de juiste mensen uitkomt. Bij de juiste achterliggende partij die daar behoefte aan heeft. En dat is wel wat ik zie. Kijk, in de jaren hiervoor bij Seabree heb ik me natuurlijk heel sterk bezig gehouden met commercieel vastgoed. En ik zit nu natuurlijk sterker in activiteiten die ook eigenlijk een B2C-kenmerk hebben. En dan zie je dus dat die consument in feite jou als dienstverlener of als verhuurder vergelijkt met andere leveranciers waar hij als consument mee te maken heeft. Zoals iemand bij Amazon of Bol iets bestelt en eigenlijk gewoon real-time en direct inzicht heeft in alles wat er gebeurt. Die verwachting wordt ook op ons als sector en als partij geprojecteerd. En daar zijn we bezig om daar invulling aan te geven. Dus zorgen dat de klant op ieder gewenst moment kan zien wat hij wil zien en kan weten wat hij wil weten. En zonder dat daar voortdurend een mensfactor tussen moet zitten. Want dat is eigenlijk, dat gaat dan op kracht. En dat kost heel veel moeite en energie. Maar dat op lange termijn is dat niet in te vullen. Dus digitalisering en technologie is wel... Is wel iets, en ik hoorde het net in jouw introductie of hiervoor wat je vertelde, Claudia, over een andere podcast ook al noemen. Dit is wel technologie en digitalisering. Dat is wel, wat mij betreft, is dat het thema voor de komende jaren ook voor eigenlijk onze hele sector. Alle segmenten van het vastgoed. De sector is nog een beetje ouderwets wat dat betreft, Mark. Als je kijkt in het verleden natuurlijk, waarbij we de tuurborden aan de gevel meenemen en wachten tot de telefoon ging. Dat gaat natuurlijk allemaal momenteel ook wel anders, zeg maar. En het is natuurlijk vrij, onze sector was vrij traditioneel en is nu wel toch wel snel aan het hervormen, zeg maar, naar de moderne digitale wereld, zeg maar. Ja, dat herken ik wel. Is dit ook iets wat jij herkent, Johan? Nou ja, vooral wat Mark zei als laatste. Kijk, als ik naar het verhaal van Michiel luister, dan is het voor mij net wat anders. Omdat wij
wij worden toch een beetje gezien als, ja, noodzakelijk kwaad klinkt heel negatief, maar omdat wij iets tijdelijk exploiteren en beheren, is het voor een eigenaar veel meer ontzorging, ontlasting, maar niet echt dat ze sturen op rendement of dat soort zaken, want het is in die fase vaak niet meer zo. Dan moet ik wel zeggen dat wij natuurlijk optimale baat proberen te genereren voor de opdrachtgever, maar de vraagstelling is anders, hè? En als je kijkt naar ESG of andere op duurzaamheidsvraagstukken, dat is vaak niet meer bij een project wat nog maar een paar jaar loopt en dan herontwikkeld of gesloopt gaat worden. Dus die vraagstelling bij ons is wat anders. Ja, wat Mark wel zei over digitalisering en dat de consument veel meer van je verwacht, dat herken ik wel. We hebben tegenwoordig 8 man op de back-office zitten, omdat er zoveel vragen op ons afkomen. En dan hebben we nog de reparatieverzoeken online, of zeg maar digitaal moeten mensen bestellen. Maar er komen steeds meer mensen bij met veel meer vragen. We hebben ook een online portal gebouwd, zeg maar, voor alle bewoners of woningzoekenden. Nou, dat is ook veel uitgebreider dan voorheen. Aan de andere kant hebben we ons eigen vastgoedsoftware systeem ontwikkeld waar we richting opdrachtgevers zoveel mogelijk informatie kunnen verstrekken. Allemaal AVG-proof. Dus die vragen ook veel meer van je. Dus hebben we jaren over gedaan om te ontwikkelen. En dat blijft in ontwikkeling uiteraard. Ik bedoel, niks staat stil. Maar dus vanuit de eigenaarskant en ook vanuit de bewonerskant, zeg maar, vragen ze steeds meer van je. Dat is wel de ontwikkeling die jullie ook zien in digitalisering. Dat is wel... Dan gaan we niet meer terug naar het oude niveau. Dat wordt alleen maar ingewikkeld, denk ik. Of tenminste uitgebreid. Ja, nee, dat is helder. Bijzonder, een eigen vastgoedmanagementontwikkeling of een softwaresysteem. Dat is natuurlijk helemaal uniek. Er zijn natuurlijk steeds meer systemen op de markt gekomen de afgelopen jaren. Dus is dat bij jullie ook uit noodzaak geboren? Dat je zelf zo'n systeem hebt laten ontwikkelen? Nou ja, het is eigenlijk zo dat wij... 10 jaar geleden met dit softwarepakket zijn gestart, eigenlijk omdat we niet bij Rems of Yardi of een andere partij terecht konden met de vraag die wij hadden. En ik denk dat jullie dus ook wel eens herkennen dat je vraag niet helemaal aansluit bij het pakket wat je kan afnemen en ook nog eens de hoofdprijs voor betaalt. Dus wij hebben, 10 jaar geleden, iets korter, 9 jaar geleden, hebben wij een bedrijf overgenomen wat al gestart was met een eigen ontwikkeling van een vastgoed software systeem. Dat hebben we uitgebreid tot Gap Online, afgekort naar Go. Er zit zoveel ontwikkeling in van de laatste jaren. En daar hebben we alles gecustomized. Dus ja, eigenlijk precies zoals wij het willen hebben. En wij zijn natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt van de vastgoedmanagementwereld, zoals ik al zei. Dus wij wilden dat er bijvoorbeeld bepaalde dingen zoals de borging van... huurcontracten, hè, de termijn van de huurcontracten, vonden wij heel belangrijk dat geborgd wordt in het systeem en dat er dus een reminder opkomt als een contract gaat aflopen of een contract verlengd moet worden. En dat bestaat niet in andere systemen, dus dat hebben we gewoon zelf gebouwd. En we hebben dus al 9 jaar lang een programmeur bijna 20, 30 uur per week voor ons werken om dit allemaal te bouwen. En dat nu is het zo waterdicht en gewoon compleet, want ook ons beheer- en salesysteem zit erachter. Maar ook gekoppeld via de API met ons financieel systeem. Dus dat is wel heel uitgebreid. En ik vind ook de ruggengraat van ons bedrijf. Want zonder die informatie kun je helemaal niks meer. En daar hebben we flink in moeten investeren. Maar dat werpt ook wel zijn vrucht af. Want het is ook zo dat opdrachtgevers af en toe zeggen... We kiezen voor Gap, want jullie hebben alles inzichtelijk en alles goed geregeld. En alles AVG-proof. Dus je wint er ook aanbestedingen mee. Dus dan dat werpt ook zijn vruchten af aan de saleskant, vind ik. Ja, is dat iets wat jullie herkennen, Mark en Michiel? Het enorme belang van een software systeem natuurlijk. Ja, is dat bij jullie ook echt meegegaan met de toekomst? Of hebben jullie dat veranderd? Of zijn de wensen daar ook helemaal voor veranderd? Hoe is dat bij jullie? Nou, zijn twee dingen natuurlijk. Claudia, als eerste is natuurlijk personeel is schaars. Hè? We zoeken allemaal naar de speld in de oorberg, zeg ik wel eens, om de juiste technisch manager te vinden, ondersteuning te vinden. Met name op technisch gebied is het natuurlijk steeds lastiger om de juiste mensen te vinden. Dus dat je verdergaand gaat automatiseren om minder personeel nodig te hebben, want het wordt ook steeds duurder, sowieso een belang. Verder de wensen van de klant en de huurders, hè? Dus de opdrachtgever en de huurders willen natuurlijk snel geïnformeerd worden. Het valt niet altijd mee om de juiste systemen daarop af te stemmen. We zijn er wel volop mee bezig, hè? Dus we hebben daar wel een aantal mooie pakketten voor gevonden. Echter is dat soms tijdrovend duur
en de communicatie met elkaar, om dat goed af te stemmen, dat is nog wel eens lastig. Hè? Bijvoorbeeld de REMS of Yardi communiceren wat minder makkelijk met sommige pakketten wat je wel zou willen. En wij als Intercity maken ook het complete jaarwerk voor de klanten. Dus dat doen we natuurlijk weer in een ander pakket, een speciaal pakket waar we het jaarwerk goed in kunnen presenteren. Dus dat vereist nog wel eens wat ingreep en wat gesprek om dat voor elkaar te krijgen. Maar gelukkig moet ik ook zeggen daar dat zit inderdaad veel uitdagingen, want je hebt eigenlijk al die integraties nodig. Op al die, je hebt weinig aan deeloplossingen die niet met elkaar integreren. Precies. Dus ik snap op zich die keuze van Johan wel, dat je op een gegeven moment zegt van joh, je gaat dit zelf bouwen. Kijk, ik zie wel een aantal ontwikkelingen in de markt nu, dat er steeds meer oplossingen wel komen om dus je basis ERP, dat kan bijvoorbeeld een REMS of een Yardi zijn, dat die wel integreert met andere oplossingen. Maar dat gaat nog niet zo eenvoudig. Het kost veel tijd en geld. Aan de andere kant, zelf iets ontwikkelen, is op het moment dat jij kijkt naar de hele scope van property management. Als je even praat over property management voor investeerders met communicatielijnen, zowel naar je huurder als naar je investeerder toe. En op al die gebieden, die wat over techniek, over verhuur, commerciële contacten, over communities, over financiële verslaglegging gaat enzovoort. Ja, dan is dat wel, wil je dat zelf gaan ontwikkelen, dan moet je zoveel schaal hebben. En dat, ja, ik denk dat dat voor de, ook al wij, ik bedoel, wij zijn een bedrijf van een paar honderd man, ik vind die business case niet uit te rekenen. Dus dan kiezen wij wel voor samenwerking met partners die het dichtst komen bij wat wij willen hebben. En daar zie ik op zich wel een aantal positieve ontwikkelingen in. Dat er wel een aantal partijen denken nu met oplossingen komen waar je echt die klantreis, hè, want vanuit wonen en hè, zowel voor onze makelaars als onze woning vastgoedmanagement activiteiten benaderen we echt door eigenlijk de bril van een klantreis. Die klantreis van A tot Z, hè, dus eigenlijk vanaf marketing, onboarding, het servicen van de bestaande huurder tot de offboarding en het op een hele soepele manier weer de woning kunnen verlaten. Om die reis digitaal te kunnen afleggen en die mensfactor in te brengen waar dat waarde toevoegt. Want ja, uiteindelijk die schaarste die Michiel benoemt, die is er natuurlijk en die wordt groter. Dat is echt, je hoeft maar naar de demografische voorspellingen te kijken. En je weet één ding, die uitdaging op de arbeidsmarkt, die wordt niet kleiner, die wordt alleen maar groter. Ja. Dus technologie is een wezenlijk onderdeel, zowel in waardecreatie als in efficiëntie. Ja, is die schaarste op te vangen met technologie? Voor de mensen gewenste component, waar vastgoedbeheer toch altijd wel eigenlijk sterk in was. Is dat echt concreet? Of zien jullie echt daardoor de teams ook gaan veranderen? Nu de techniek zo eigenlijk. Ik denk het wel. Ik weet niet hoe vaak jij nog een bankmedewerker belt, Claudia. Maar weinig. Ik denk voor deze. Ik voor de niet meer te pakken. En nooit met veel tevredenheid. Dus ja, kijk, er zijn natuurlijk sectoren die daarin het. De oplossingen bieden die ervoor zorgen dat jij gewoon krijgt wat jij zoekt als klant. En dan kijk, op het moment dat jij een probleem hebt, of je loopt vast of je wil een hele bijzondere transactie, of je wil, er is iets met je hypotheek of wat dan ook, dan wil je op een gegeven moment vaak toch uiteindelijk wel een keer met een mens praten die jou vragen stelt en die jou laat voelen dat die betrokken is op wat jou bezighoudt en jou helpt. En ik denk dat dat in vastgoedbeheer in feite hetzelfde is. Ik denk dat 80% van de voorkomende vragen die klanten hebben in informatiebehoeften, dat gedigitaliseerd en geautomatiseerd wordt opgelost. En dat je 20% van de contacten overhoudt waar die mensfactor waarde toevoegt. En dan denk ik niet dat het een lineair, misschien een omgekeerd evenredig effect is. Hoe meer digitalisering, hoe minder mensen. Want dan natuurlijk, er ontstaat ook een soort van toename van informatiebehoeften. En er moet ook met klanten, met opdrachtgevers misschien ook wel weer meer over gecommuniceerd worden. Meer over gepraat worden. Maar ik denk zeker dat het, als wij kijken naar ons verhuurproces. We hebben een verhuurteam nu van ongeveer 30 man. Onze verwachting is, als we kijken naar groeiambities die we hebben, dat we met de verdere digitalisering die we nu doorzetten, dat we over een jaar met die 30 man nog veel meer werk gaan doen. Want uiteindelijk is het ook faciliteren van groei. We willen niet per se minder mensen. We willen graag die mensen houden en daar nog heel veel meer werk mee gaan doen. Ja. En dat kan eigenlijk. Betekent dat ook een uitbreiding van jullie diensten?
dat dat dus, dat er buiten, als ik het vergelijk met 20 jaar geleden, hoe vastgoedbeheerders eigenlijk hun klanten ontzorgden en wat er nu eigenlijk allemaal verlangd wordt, ook met de nieuwe ESG-certificering en dergelijke, waar grote bedrijven natuurlijk ook allemaal aan moeten voldoen, de verduurzaming, ook die particuliere beleggers toe zouden moeten passen, maar daar ook heel veel moeite mee hebben, omdat natuurlijk ook gewoon ontzettende aanslag is op de rendementen die toch al onder vuur liggen nu. Verwachten jullie dat die diensten zich verder zullen gaan uitbreiden? Ja, je hebt wel een ander soort mensen nodig. Meer mensen die bijvoorbeeld vanuit financieel, als ik kijk naar het financiële aspect, veel meer het overzicht houden, zeg maar. Veel meer in de controllingfase zitten en signaleringsfase. Zeker je binnendienst, technische binnendienst, wordt als je kijkt, we hebben naar onze service desk bekeken wat Mark ook al zei. Als we kijken van alle mails en alle vragen die binnenkomen, is 80% gaat niet eens over een storing of een klacht, maar is meer een informatievraag. Dus een informatievraagstuk of met alle dingen die er spelen momenteel. En dat kan je grotendeels wegautomatiseren, waardoor je eigenlijk, als je dat kan doen, kan je met hetzelfde team, wat Mark eigenlijk net ook zei, veel meer werk doen, maar wel op iets andere manier. Dus veel meer controlling, hospitality-achtig. Ik zeg altijd maar vooruitzien is regeren. Dus veel meer anticiperen op problemen die kunnen komen. En dat zie je in de techniek natuurlijk ook. Een technisch manager moet veel meer op de panden zijn. Kijken van, joh, wat zijn de toekomstige behoeftes van het pand, waardoor de huurders veel meer comfort hebben. Of waar een eigenaar exploitatietechnisch rendement, veel meer rendement uithaalt. Daar wordt veel meer naar gekeken. En ook die verduurzaming, dus mensen die, kijk, vroeger was het de koelmachine kapot, nou, koelmachine wordt vervangen, klaar. Nou, dat is niet meer zo. Er komt een heel compleet vraagstuk bij kijken. Een duurzaamheidsvraagstuk. Dus ook de techneuten gaan meer kijken naar een heel ander, hoe zou ik dat zeggen, een soort van dienstverlening wat ze eigenlijk moeten doen. En dat, nou, dat ik zie je denk wel wat ontstaan. Jij nu zegt, Civiel, hè, dat het, misschien dat ze dat allemaal wellicht wel herkennen. Maar goed, daar ben ik even benieuwd naar. Of al deze ontwikkelingen dus voor zorgen dat uiteindelijk zwaardere eisen aan de mensen gesteld worden die ermee bezig zijn. Want eigenlijk zeggen, hè, zien we dat een aantal relatief eenvoudige handelingen, die worden verder geautomatiseerd. En dus eigenlijk ontstaat er als we vanzelfsprekend de kans ook om op te schuiven in die waardeketen. En in die waardeketen vanuit zowel consument als van investeerder of andere stakeholders waar je mee te maken hebt, komen eigenlijk meer vragen en ook misschien wel ingewikkelde vraagstukken op je af. Maar betekent dus dat onze mensen allemaal daar natuurlijk ook zich verder in moeten ontwikkelen. Hè, zowel qua kennis als competenties die nodig zijn om antwoord te kunnen geven op die eigenlijk die toch wat complexere vraagstukken die op ons afkomen, die veel kansen bieden. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Maar je moet wel de mensen daarop voorbereiden. Ja, klopt. Zijn de opleidingen daarop ingericht? Zijn er mensen dus echt gewoon zodanig al getraind? Of is dat toch echt iets wat op de werkvloer gebeurt? Ik vind het altijd wel deels op de werkvloer nemen die mensen mee. En natuurlijk de huidige opleidingen. De jeugd is natuurlijk veel meer al met AI bezig. En alle dingen die er zijn. De WhatsApp, TikTok en al de nieuwere activiteiten, zeg maar. Zijn ze natuurlijk al veel meer bekend mee. En al die informatietools kunnen ze makkelijker mee schakelen. Dat merk ik wel. En dat is natuurlijk hetgeen wat ook wel een beetje. Informatievoorziening is natuurlijk nummer 1. Mensen willen geïnformeerd worden. Het overzicht houden. En dat zie je toch wel bij de jongeren. Daar zijn ze op zich wel deels even buiten arbeidsethos soms. Wat wij als een beetje iets ouder, dat moet ik maar zeggen. Dat jongeren we wel merken dat daar nog wel eens. Ze komen wel binnen met 24 jaar. Ik wil 4 dagen in de week werken. Lease auto hoeft niet. Geef maar een OV-jaarkaart. Een sportschoolabonnement. Maar je ziet wel verschil natuurlijk. Dat merk je wel. Dus deels ja, deels al een stuk bekend. En of dat nou helemaal van school komt, gedeeltelijk. Maar het is ook deels gewoon de wereld waarin ze opgevoed worden, zeg maar. En ik zie uiteraard de ouderwetse crediteuren, medewerker of medewerkster, ja, die verdwijnt gewoon, wat Mark ook zegt. Dat is niet meer. Dat wordt allemaal gedigitaliseerd. Dat verdwijnt gewoon. Ja. Ja, logisch. Ja, Johan, hoe is dat bij jullie? Hè? Want jullie ontwikkelen dan ook zelf. Hoe zorgen jullie ervoor dat je personeel eigenlijk al deze disciplines onder controle houdt en daar ook gewoon bedreven in is met zoveel takken van sport die jullie uitvoeren? Ja, moet ik wel zeggen dat we Gap Monitor, zeg maar, gescheiden houden van Gap Vastgoedbeheer. Dan moet ik zeggen, we delen gewoon kantoren en
heel veel collega's van Gap worden ingehuurd, zeg maar, door Gap Marketer ter ondersteuning. Super. Maar wel ieder zijn vak, zeg maar. Dus het is wel zo dat Bas dan als directeur van Gap Marketer is zeer ervaren. En die heeft een paar mensen om zich heen gezocht. En die hebben ook aangenomen voor de realisatie van de woningen, maar ook voor engineering en ontwikkeling. Dus dat is wel een ander vak, moet ik eerlijk zeggen. Dat is echt wel anders dan wat men met Gap Vastgoedbeheer doen. Met Gap Vastgoedbeheer is het zo dat je eigenlijk op beheerniveau, zonder al te veel vooropleiding of ervaring, zou je kunnen beginnen bij ons, omdat het vooral mensenwerk is. Dus dat is ook anders dan wat ik bij jullie zie. We hebben af en toe meer mensen nodig zelfs, in plaats van minder, omdat er van ons andere dingen gevraagd worden. Dus wat minder informatievoorziening, maar meer ogen op het project. Dus veel vaker aanwezig zijn. Veel meer sociale cohesie organiseren. Community building. Community building kun je niet doen zonder mensen. Dus bij ons verandert het toch anders. En we hebben wel ons vastgoedsysteem zo ontwikkeld dat mensen binnen 30 seconden een contract kunnen tekenen. In plaats van duur een half uur of een uur vroeger alles overtypen. Dat gaat allemaal in één systeem. Dus dat is zeker geautomatiseerd. En dat zal ons zeker mensen schelen, zeg maar. Kunnen minder mensen voor hoe we daarvoor een dienst te hebben. Maar aan de andere kant, onze ondergevers verwachten dat wij zoveel mogelijk onderweg zijn en op de projecten zijn. En daarom zitten alle kantoren ook dicht bij onze grote projecten. Dan blijft toch mensenwerk. En dat kun je bijna niet automatiseren. Want je kan moeilijk een robot naar een project sturen om daar een controle onder te lopen, zeg maar. Dat is geen doen. Dus wij moeten er toch heel veel zijn. En ook de contracten worden wel digitaal getekend. Maar wij vinden het toch belangrijk om iemand eerst nog een intakegesprek te hebben. Soms al telefonisch gesproken te hebben. Dan een fysiek intakegesprek. Dan nog op locatie gaan bezichtigen. En dan ook het contract tekenen. Dus bij ons komen toch wel heel veel menselijke handelingen bij kijken. Ik moet ook zeggen dat ik dat heel fijn vind. We zijn niet voor niks naar 110 man gegroeid in 10 jaar tijd. Elk jaar komt er 10, 20 man bij. Dus dat zegt wel iets over dat we aan de ene kant kunnen groeien. Dus mensen kunnen wel meer panden aan per persoon, omdat we heel veel gedigitaliseerd hebben, ook qua sleutelverklaringen, opleverrapporten, opnameformulieren. Dat gaat allemaal digitaal, dus dat scheelt heel veel tijd. Maar bij ons is het toch een beetje anders dan bij de traditionele property management markt. Wij moeten ook echt groeien in het aantal mensen. En hoe doen jullie dat eigenlijk dan, Johan? Want ik op zich wel, maakt me nieuwsgierig als jij zegt van we groeien. En er nemen heel veel mensen aan, maar die mensen hoeven eigenlijk nog niet zo heel veel te weten, want dat leren ze dan wel of zo, als ik jou goed begrijp. Maar werken jullie dan ook wel veel met part-timers of misschien studenten die ernaast werken of zo? Of hoe doen jullie dat? Nee, helemaal niet. We hebben wel een keer een stagiair. We hebben nu één stagiair op die 110 man, dus dat valt mee. Maar nee, bij iedereen werkt minimaal 3-4 dagen, maar de meeste ook al 80, nou nee, 60% denk ik 40 uur per week. Nee, maar het is meer dat mensen kunnen vanuit de horeca komen en hier komen werken. En dan kun je als vastgoedbeheerder bij ons heel veel doen. En dan gaat het meer om, natuurlijk, je leert gewoon het vak van onzekerheid. Een uitgebreid inwerktraject van een paar maanden. Waar je alle regiokantoren langs gaat, mee gaat kijken hoe het in elke regio gaat. En hoe ze het werk oppakken. Dan leer je het vak beter kennen van wat je moet doen. Maar wij vinden het veel belangrijker dat iemand mensenkennis heeft. En sociaal is. En dat vinden we eigenlijk voor een beheerder heel belangrijk. Want de materie is gewoon iedereen aan te leren. En ja, dat is gewoon heel anders dan bij jullie. Bij jullie moet je echt technische kennis hebben, financiële kennis. Dat is heel anders dan voor bij ons een beheerder opgeleid moet zijn. Dus een groot deel komt van MBO af of HBO, sommige. Maar op het beheerniveau vast voor beheerder, dat zijn mannetje of 40, 45. Er zijn er twee geloof ik universitair geschoold. Maar daar weten we al van dat die niet lang in deze functie gaan blijven. Die zullen stappen willen maken. Want op een gegeven moment is het dan iets minder spannend, denk ik. Maar wij zoeken eigenlijk vooral naar mensen met goede levenservaring. Ik vind dat belangrijker dan werk of studieervaring. Ja, dus jullie kijken gewoon heel sterk veel meer naar competenties dan naar kennis en naar cv. Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk veel moeilijk om te doen, denk ik. Maar voor ons is dat goed te doen. Daarom vinden we ook nog wel behoorlijk goed mensen. Omdat mensen niet een extreem lange opleiding hoeven te hebben gedaan om bij ons te kunnen komen werken. En ik weet niet. Kijk, uiteindelijk ook wij hebben te maken met wel schaarste op de arbeidsmarkt. Alleen, we kunnen het nog wel goed vinden. Omdat we best wel veel bewoners. Mensen die bij ons wonen, komen bij ons werken. Dat is ook best wel grappig.
Ja, dat is wel heel grappig, ja. Ja, die leren ons vak kennen, zeg maar, ja, vanuit een collega die bij hen het contract komt tekenen, die bij hen de controle doet en die alles doet. Dat we daar best wel veel sollicitaties uit krijgen en ook best wel veel mensen aannemen. En ook mensen die bij ons werken, gaan bij ons wonen. Omdat ze denken, hey, ik kan daar tijdelijk wonen, het scheelt mij een paar honderd euro in de maand. En waarom zou ik dat niet doen? Dus ik moet zeggen, dat is allemaal wel een leuke ontwikkeling. Dus wij hebben tot nu toe niet heel veel moeite met mensen vinden. Wel op wat zwaardere functies op managementniveau. En de managersrollen, ik denk wel anders hoor. Daar moeten we natuurlijk ja, wel, dat is natuurlijk we zijn, wel. Ja. Daar moeten wel mensen opgeleid zijn en bepaalde werkervaring hebben. Dat is wel wat uitdagender, maar daar is gelukkig weinig voor nodig. Maar het is wel heel bijzonder, Johan. Je hebt eigenlijk je eigen ketenintegratie georganiseerd, die zichzelf ook helemaal voedt en verbindt en in stand houdt. Ja, bijzonder. Hoe gaat dat bij jullie, Michiel en Mark, met de ketenintegratie? Hoe essentieel is het voor jullie om met partners en dergelijke samen te werken? Ook de kop. Bij ons zeker onze aannemers, onze contractpartijen natuurlijk heel belangrijk. Wat we wel zien is dat we wat meer zijn afgestapt van de hele grote partijen en wat meer met de MKB-bedrijven zijn gaan werken. Waar we betere service en feedback en als we escaleren op directieniveau gelijk de problemen kunnen tackelen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Want je ziet ook de partners hebben problemen met het zorgen dat ze voldoende personeel hebben om de dienst uit te voeren. En ik heb veel liever dat een aannemer zegt, joh, we redden het niet, dus we nemen het werk niet aan. Of joh, we kunnen niet alle panden voor jullie zeg maar bedienen. Daar heb ik veel meer begrip voor dan alles maar aannemen en gouden bergen beloven. En uiteindelijk loopt het spaak dat huurders dus vanuit bellen en de zaken worden niet opgelost. He, dus daar proberen we wel onze partners mee te selecteren. Dus dat zien we wel. En het personeelsgebied, ja, gelukkig heb ik zit 27 jaar in het vak. Dus ik heb wel een redelijk netwerk, waardoor de mensen ook soms weer, juist vanuit de grotere bedrijven weer bij een iets kleiner bedrijf willen werken. Dat merk ik ook alweer. Toch een beetje ook de persoonlijke aandacht, zeg maar, belangrijk vinden. Ah, En ook de niet dat de kop. grote bedrijven dat niet allemaal geven, maar dat is toch vaak wat moeilijker. En wat we zien, zeker als je een aantal senioren hebt, dat je toch probeert junioren of mensen die in het vak geïnteresseerd zijn op te leiden om dan zodoende de kennis te geven, zeg maar, van de mensen die al langer het vak uitvoeren. Dat zien we toch Oh wel ja, als mooi, oplossing. mentorships, ja. Ja, dat doen we wel. Ja. En voor de rest, ja, het automatiseren, wat Mark net ook al zei, dat is toch wel erg belangrijk. Ja, nee, snap ik. Hoe is dat bij jullie, Mark, met partnerships en dergelijke? Ja, ik denk een aantal dingen als je kijkt naar de partners in onderhoud en facilitair beheer, dat er vergelijkbare ontwikkelingen zijn binnen ons vastgoed- en managementactiviteit, als wat Michiel net benoemd. Nou, ook daar zie je dus ook het belang van het goed aan elkaar verbinden van informatie en data. Dus dat informatie en data die je nodig hebt, zowel naar de consument toe als bijvoorbeeld om je klanten te helpen om aan hun ESG-rapportages te voldoen. Dat natuurlijk ook deels weer bij je leveranciers, partners vandaan moet komen. Om dat soepel te doen, maximaal geautomatiseerd en met een lagere foutmarge. Dus daar zijn we ook gericht met partijen over in gesprek. Want je kunt dat niet met honderden partners organiseren. Hè? Dus dan zul je dus ook selectief in moeten zijn en dat zorgt er dus ook wel voor dat denk ik wij, maar dat zal bij heel veel vastgoedbeheerders spelen, dat je uiteindelijk ook wel heel gericht gaat kijken wie zij dan ook in die uitvoering, die exploitatie van het onderhoud en ook de koppel. Facilitair beheer, wie zijn dan de partijen die daar ook je bij kunnen helpen? Ook de koppel. Dan word je ook, dan ga je ook echt partneren natuurlijk. Misschien ook wel aardig, kijk, als je nou over de keten praat, ja, een partij in de keten voor een vastgoedmanager die dat voor een investeerder doet, is natuurlijk de jouw opdrachtgever is natuurlijk ook partner in de keten. En daar zie ik ook wel, afgelopen periode, wat ik al noemde, me verder goed heb verdiept en wat meer kennis heb gemaakt met het vastgoedbeheer van wonen. Dat wij ook in veel situaties met de betreffende klanten. We hebben bijvoorbeeld opdrachtgevers als een Amvest, Bouwinvest, Altera, nou echt de grote institutionele investeerders in Nederland. Dat wij met hen partneren als het gaat om het invulling geven van de strategie die zij voor hun portefeuille hebben. Wat natuurlijk altijd gaat over rendement. Ik bedoel, dat is evident. Maar wat ook heel vaak gaat over wat meer zachtere elementen. En bijvoorbeeld op het gebied van community. Hoe kun je nou als
vastgoedbeheerder een rol spelen in het creëren en het vervolgens ook in leven houden van communities in wooncomplexen. En daar zie je dus dat we dus elkaar opzoeken en van elkaars kennis en expertise gebruik maken. En dus die plannen die dan nou ja, vaak natuurlijk, nou ja, die staan dan mooi op papier in beleidsstukken. Of je kan er op websites vaak prachtige dingen over lezen. Maar het moet gaan, het moet in de praktijk gebeuren. En daar zie je dus dat je als vastgoedbeheerder daar een essentiële rol in speelt. Want dat community management, dat gaat alleen maar leven op het moment dat er inderdaad mensen, wat Johan al zei, dat heeft met mensen te maken. Er moet iemand zichtbaar zijn, een gezicht hebben en die moet dat gaan activeren. En vervolgens kan je dat overigens ook wel weer ondersteunen met technologie. Daar gebruiken we ook wel technologie voor om mensen dan ook weer digitaal met elkaar te verbinden. Dat ze berichtjes met elkaar kunnen uitwisselen in een bepaald complex. Of nou ja, gewoon heel simpel, ik heb een boormachine nodig, wie heeft hem? Nou, de buurman drie verdiepingen erboven, die heeft hem. Dus die leent hem even uit aan de buren in het gebouw. Maar ook in het met elkaar organiseren van leuke dingen. Of zelfs initiatieven richting de buurt. Nou, dus wij doen me denken aan een opdracht waar ik zelf betrokken ben geweest met de onboarding van Redefco. Redefco is ook sinds, denk ik, nu 1,5 jaar hebben ze een strategische beweging gemaakt dat ze ook naast commercieel vastgoed investeren in residentieel vastgoed. Dus daar hebben ze grote groeiambities op geformuleerd. We hebben een eerste object in Delft. Hebben we vanuit ontwikkeling ook de transitie naar exploitatie voorbereid. En ook daar hen geadviseerd en geholpen bij het opzetten van een community. En daar zie je dus dat die in die keten je heel goed kan samenwerken. He, dus dan heeft vanuit zeg maar, de kapitaalkant komen er wel allerlei ideeën over hoe wat ze daarin verwachten of willen. Ook het creëren van nou ja, een stuk maatschappelijke waarde in plaats van, naast de natuurlijk de financiële waarde, financiële rendementen. En daar kan je enorm goed in partneren. En dat is ook hartstikke leuk. Ik vind het zelf leuk. Ik vind het hartstikke leuk om daar met een team ook over na te denken hoe je dat kan doen. Ja, maar ik merk het ook bij de mensen die daarmee bezig zijn, dat ze daar ook op echt op aangaan. Dus dat vind ik een hele leuke ontwikkeling. Ja, zeker. Nou, ik kan me ook voorstellen als je inderdaad hè, eigenlijk vanuit B2B dan ook naar meer B2C gaat, is dat ook wel een hele andere invulling. Dus is dit natuurlijk dan eigenlijk een hele mooie incentive om weer de sector ook op deze manier helemaal te leren kennen. Bijzonder. Nou, ik wil heel graag afsluiten natuurlijk waar de hele markt het eigenlijk gewoon alsmaar over heeft. Social impact, ESG, governance, natuurlijk het hele verduurzamingsaspect. Hoe zorgen jullie ervoor met jullie organisatie dat je daarmee zowel de eigenaar ontzorgt door hem daarbij te begeleiden met de vragen, maar ook de huurder daarbij begeleidt? Want ik begrijp echt hoe intensief dat kan zijn voor de property manager, dat hij daar eigenlijk natuurlijk precies tussenin zit en alle vragen en wensen daarover bij jullie terechtkomen. Hoe doen jullie dat? Ja, wij zijn er momenteel heel actief mee bezig. Als ik kijk naar de eigenaarkant, hebben wij vanuit het RVO koplopersprogramma, doen we samen met Sinvest beleggingsfondsen, doen we mee. Dus dat betekent dat we in 4 jaar tijd 22% gas besparen en 14% elektra op de gehele portefeuille. Dat komt ook indirect weer te goede aan de huurders natuurlijk. Aan de andere kant de vraagstukken voor ESG die de huurders hebben. Daar zijn we bezig met een tool, de online tool, dat de huurders zelf hun informatie kunnen ophalen bij ons. Daar zijn we volop mee aan het werk. Dat proberen we voor eind van het jaar live te hebben. Dat we eigenlijk de huurders gewoon digitaal toegang kunnen geven tot de gevraagde gegevens die ze nodig hebben voor het ESG-beleid uit te voeren, zeg maar. Ja, en verder zijn we natuurlijk volop bezig met onze techneuten om ook te kijken naar het Paris Proof model van hoe gaan we nou verder met onze gebouwen de komende jaren om en wat is daarvoor nodig. Hè, we zien ook in de verhuur die we doen dat de huurders steeds meer eisen stellen, ook op logistiek bijvoorbeeld. Dan is de hal nog wel label C, maar het kantoor gaat verder. Dan nemen de huurders het gewoon niet meer af. Dat wordt in de verhuur wordt het meegenomen. Ik krijg ook vraagstellingen van kantoren die nu label C zijn. Van joh, hoe is het over wanneer hebben we label A met de kantoren? Dus daar worden serieus vragen over gesteld. Daar zijn we ook serieus mee bezig. Van joh, wat gaan we daarmee doen? Ook voor je meerjaren onderhoudsbegroting, je duurzame meerjaren onderhoudsbegroting. Ja, die zijn we volop aan het opstellen voor onze klanten. Dus daar zijn we volop aan het werk. Waardevol zeg. Ja, geweldig. Ja. Hoe gaat dat bij jullie, Johan? Nou ja, daarin zijn we weer een vreemde eend in de bijt.
daar worden wij niet mee lastiggevallen. Kijk, wij, ja, vanuit onze eigen, we willen zelf wel MVO ondernemen, hè, dus dat is niet het vraagstuk, maar een eigenaar komt niet bij ons met ESG-vraagstukken van hoe, ja, omdat die hele portefeuille niet daarvoor in aanmerking komt. Ah, ook dus dat wij, ons project hebben een kop en een staart, en dat is vaak tussen een jaar en 10 jaar een beetje, maar dat is wel een lange kant. Logisch, ja. En dan komen die vraagstukken niet bij ons. Dus wij zijn zelf wel bezig met elektrisch rijden, met allerlei duurzaamheidsacties, maar we dat zelf ook willen en ook gewoon verplicht zijn, vind ik. Maar met ondergeven is dat echt heel anders. Dat is niet te vergelijken met hoe Mark en Michiel daarmee geconfronteerd worden. Nee, oké. Okay. Ja, nee, ik begrijp het. Ja, is dat ook iets wat meegenomen wordt, dat hele verduurzaming in het modulaire bouwen wat jullie doen? Ik neem aan dat eigenlijk dan wel een onderdeel daarvan is, hè? Ja. Nee, daarin zeker. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb net meer antwoord vanuit dat ik heb vastgeprobeerd kan. Maar inderdaad, bij het modulaire, het moet alles bang zijn en bepaalde normen hebben uiteraard. Dus wij bouwen zowel tijdelijke woningen die voldoen aan het tijdelijk bouwbesluit. Daar zijn die eisen wat minder streng qua duurzaamheid. Maar we bouwen ook permanente woningen die gewoon dus net zo duurzaam moeten zijn als een normaal appartement. En daar moeten aan allerlei eisen voldoen, waar we dus ook aan voldoen. Dus daar wordt inderdaad heel streng naar gekeken. En daar hebben we een eigen team op zitten die dat ook goed organiseert. Wij zijn ook een van de geselecteerde partners vanuit EDIS, vanuit de woningcorporatie Koepel, om woningen te leveren aan woningcorporaties. En daar zitten standaard eisen eigenlijk in die tenders. Dus daar moeten we ook aan voldoen. Dan kun je hard onderuit gaan als je dat niet goed geregeld hebt. Dan kun je de aanbesteding eigenlijk al niet meer winnen. Dus daar wordt wel echt heel streng naar gekeken. Ja, ja, oké, okay, waardevol, dus dank je. Ja, ik heb Angela wel. Ja. Ja, snap ik. Mark? Ja, walk your talk, hè, zou ik maar zeggen. Dat is, we proberen zelf erin ook echt heel goed te kijken aan wat we zelf door onze bedrijfsvoering kunnen realiseren. Dus we willen maximaal toewerken naar energie-neutraal zijn. En waarbij we met gewoon zorgen dat onze kantoren voorzien zijn van zonnepanelen. We hebben ook op een aantal objecten hebben we dat in combinatie met kleine windmolentjes. Hè, dus dat je zon- en winterenergie kunt afwisselen of allebei kunt benutten. Energieverbruik reduceren door je verlichting te vervangen. En al die dingen die op zich niet allemaal super, nieuw zijn, maar wel alles bij elkaar opgeteld zorgen dat je bedrijfsvoering energie-neutraal wordt. En waar dat nog niet lukt, compenseren we het. Dus we zorgen dat we uiteindelijk per saldo energie-neutraal zijn als bedrijf. En je ziet dus als je daar energie in steekt en daar concrete voorbeelden kunt vertellen aan je klanten, dat in ieder geval de klanten, als het gaat om de professionele investeerders waar we voor werken, die vinden dat natuurlijk ook belangrijk en waardevol. Ook als zij kijken naar, zij selecteren partners en die vinden dit soort dingen, vinden ze belangrijk. Verder zou ik zeggen, zelf aan werk en wat ik wil bereiken, en ik denk, ik zou dat ook iedereen meegeven. Als het gaat om ESG, dan is natuurlijk altijd nog een interessante vraag, wat valt er dan allemaal onder, want het is natuurlijk een enorm containerbegrip. Maar we moeten ervoor zorgen dat het een ingrediënt van de taart wordt en geen taartpunt. In feite is dat gewoon integreren. En je moet het integreren in alles wat je doet. Dus in al die bedrijfsprocessen moet je kijken. Het moment dat jij gaat nadenken over hoe ga ik anders werken met een leverancier, moet dit altijd op de agenda staan. Als je gaat praten met je opdrachtgever over hoe gaan we iets anders organiseren of een scope van werkzaamheden, zorg dat dat op de agenda staat. Je moet het altijd erbij betrekken. En als je het eenmaal hebt geïntegreerd in je werkprocessen, dan wordt het namelijk ook in feite makkelijker. Want dan is het niet een soort van, we hebben ook nog dit vinkje te zetten. Nee, het zit er gewoon in. En die stappen die zijn in ontwikkeling. En ik denk dat je na verloop van tijd is dit net zo normaal als de andere onderdelen van je werk. Ja. En ook daar weer, waar we het eigenlijk in het begin van ons gesprek over hadden, hier gaat technologie ons enorm in helpen. Want het heeft heel veel te maken met het dus ook kunnen laten zien en bewijslast leveren voor wat je doet. Nou, dat moet geen mensenwerk worden en blijven van lijstjes bijhouden en Excel sheets invullen, want daar wordt niemand gelukkig van. Dus ook technologie gaat ons hier enorm helpen.
Nou, geweldig. Nou, ik denk dat we hiermee de klapper van de afsluiting hebben. Dus echt heel erg fijn dat je dit zo uitgebreid hebt verteld. Dit was eigenlijk wel een heel mooi aspect over ESG. Dit heb ik nog niet eerder zo goed verwoord gehoord. Dus ik ga dat heel graag zeker nog een keer gebruiken, Mark. Dank je wel. En jullie allemaal heel erg bedankt voor dit inhoudelijke, fijne gesprek. En ik heb er weer heel veel van opgestoken. Dus ik ben heel trots om dit weer met de luisteraars te mogen gaan delen. Dus heel erg fijn dat we elkaar volgende week zien. Ik kijk er ontzettend naar uit. En ja, ik wens jullie natuurlijk vandaag verder een fijne dag. Heel erg dankjewel, Michiel, Johan en Mark, voor dit fantastische gesprek over de expertise die jullie hebben over property management. Heel graag, tot snel.